vandaag weer een roadtrip in de grote Ado-show. Ik ben namelijk onderweg naar het ouderlijk huis van een van de beste Ado-spelers. Zijn moeder kwam ik al eerder tegen op de tribune en zij wist ons het volgende te vertellen. Hoe is Mike van Huijn eigenlijk? Heeft hij een lievelingsprogramma of een lievelingskorsje om te eten? Dat is Jan in de zak. Jan in de zak? Nou, zijn opa en oma komen uit Groningen. En ja. Jan in de zak is een Grunningsgerecht. Dat maakt zijn vader altijd vroeger thuis. En dat vindt hij het gewoon het lekkerst. Dat was dus Fiona Willemsen, de moeder van Mike van Duinen. En die befaamde maaltijd, Jan in de zak, ga ik vanavond samen met haar maken. En dan is het natuurlijk wel heel erg leuk als Mike in één keer op visite komt om het te proeven. Wie weet. Aanbellen, hopelijk zijn ze thuis. Hey, goedenavond. Ja, gezellig. Daar ben je. Wat ziet het er hier gezellig uit. We gaan die anders maken en laten zien hoe het gaat, hè? Jan in de zak, we stoppen hem gewoon erin. Dat is heel raar als ik dat zeg. Piep! Het moment is daar, we gaan Jan in de zak maken. Waarom vindt Mike dit nou zo ontzettend lekker? Mike vond altijd pannenkoeken, oliebollen, dat soort dingen al heel lekker. En dit is ook zo'n maaltijd dat kinderen gewoon heerlijk vinden. Ja, want het is niet zo heel erg moeilijk, hè? Nee, het is niet zo heel erg moeilijk. Dus, ja, laat het even uitleggen. Let op, schrijf mee. Wat hebben we nodig? Een mixer nodig, een beetje zout. Je hebt zelfrijzend bakmeel nodig, melk en 2 eieren. Dus de zak is... dit is geen gewone zak? Dat is de speciale Jan in de zak. Dus je hebt een grote pan nodig met... Een schotel erin. Je hebt een schotel erin gelegd. Een schoteltje onderin. Dan kan de zak straks niet aan de bodem gaan. Een pond, iets meer dan een pond bloem. Dan gaan we even losmaken, want aan de zijkant zit dat nog een beetje vast. 2 eitjes. 2 eitjes. Hoeveel zout? Staat. Oh, laat even zien. Ik vind hem goed. Ik vind hem goed. Ja. En die klonten zijn niet erg? Nou, normaal heb ik niet zo van die klontjes. Oh, moet ik de zak vasthouden? Het is eigenlijk, je legt hem gewoon zo open. Ja. Dat is zo. Hier. Oh, dat is heel simpel dit. Ja. Dan laten we hem even zakken naar beneden, dan doen we hem zo. Dan duwen we dat aan. En dan geef hem iets meer ruimte. Zie je? Nou, de zeemansknoop leggen. Gewoon een strikje erin. Dames en heren, het lievelingskorsje van Mike van Duinen. Jan in de zak. Hij mag de pan in. Volgens mij is het inmiddels al zover. Is die klaar, hè? Jan is zover om uit de zak te komen. Hij heeft de hele dag staan pruttelen. En dan nu, wat is dan nu de bedoeling? Nu ga ik eerst het touwtje losmaken. Ik kan je wat vertellen. Hij ziet er niet uit. Maar het gaat om hoe hij smaakt. Moet ik ook alvast wat meenemen naar tafel? Tja, Jan. Dames en heren, de Jan in de zak. Mooi. Tafeltje voor 2. Ja, even zijn mooiste kantje laten zien. Mike heeft zeker al gegeten vanavond. Verrassing. Hoe kan dat nou? Oh, wat gezellig dat je er bent. Ja, leuk hè? Leuk. Ja, vind ik echt helemaal leuk. Ja, en je moeder en ik hebben speciaal Jan in de zak gemaakt. Ja, hij ziet er weer netjes uit, hè? Kijk. Oh, ja. Nu krijg je een beetje beter beeld, hè? Als jij nou de smaak een beetje moet omschrijven, Mike, wat is het dan? Het is gewoon op deeg, ja. En met suiker en boter. Ja, ik vind het lekker, maar... Goed, ja, boter. Dag, zo. Zoveel suiker? Ja. Ja, lekker hoor. Zo, ik moet morgen trainen. Komt dat? Oké. Ik moet zeggen, ik begrijp het eigenlijk wel waarom dit lekker is. Het is ook eigenlijk een beetje een maaltijd wat vaak kinderen ook erg lekker vinden, hè? Van net als de pannenkoeken of de poffertjes. En dan met de boter en de suiker. Ja. Ging het nou vroeger aan tafel altijd over voetbal bij jullie? Ja, dat ligt een beetje aan welke dag. Maar het ging, ja, als het door de week was, als we vaak voetbal op tv hadden gezien. En in het weekend vaak over onze wedstrijden zelf. Dus. Ik weet nog van vroeger van mijn vader natuurlijk. Iedere zondagavond 7 uur studio sport. Maar ja, ik ben het spelletje zelf zo leuk gaan vinden. Dus wij hebben eigenlijk ons hele leven geen films gekeken, maar voetbalwedstrijden. Wij gingen echt met z'n drieën zitten voor een wedstrijdje met een tompoesje, zelfgemaakt tompoesje. En dan gingen we gezellig een wedstrijd kijken. En zat kleine Mike dan ook in een voetbaltenuutje aan tafel? Nou, toen we in Barcelona zijn geweest en ze daar op de Ramblas allebei een tenuutje hadden gekocht. Toen was Mike 11 en Niels was 13. Toen daar ging hij in slapen. Maar ik sliep altijd in voetbalshirts. Het grappige was dat ze hadden allebei een naam laten
maken op de achterkant. En Niels had 11 Rodinho had hij laten zetten. En Mike had gewoon nummer 9 met Mike op zijn rug. Wist je het toen al? Nee. Nee, het was denk ik nog wel absoluut een droom. Maar ja. Toen wist ik niet dat ik bij ADO terecht zou komen. En misschien is het ook wel leuk. Want kijk, nu inmiddels weten we wat Mike lekker vindt. En weet je hoe het eruit ziet. Zullen we anders gewoon nog één keer het recept op Facebook zetten? Ja, lijkt me een goed idee. Want het is echt heel erg lekker. Ook al ziet het er niet lekker uit. Maar ik denk toch dat ze een keer moeten proberen. Nou, ga dan eventjes naar de Grote Adelshow Facebook en dan zetten we nog een keer het recept erop. En dan kan jij het ook thuis gaan maken. En stuur foto's, we willen foto's. Maar dit is wel de lekkerste, toch? Ja, dit is wel veruit de lekkerste, dat weet ik nou wel. Dat zijn we wel over, dankjewel.